Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn net eventjes medicijntjes voor jullie gaan halen. En wij gaan nu even naar de winkel. Laat de dag maar weer beginnen, hè, jongen. Onze kleine man die heeft inmiddels een middagdutje gedaan en is aan het spelen in bed. Heeft zijn sokken uitgetrokken, heeft een aantal beertjes uit bed gegooid. En ja, heb je er wel over te zeggen? Heb je er wel over te zeggen? Hallo? Je hebt je benen hier tussen zitten. Ja. Het boef. Heb je lekker geslapen? Ja, waar zijn je sokken nou? Heb je weer alles weggegooid? Hè? Kleine gekkie. Ik ga hem heel even uit bed halen. En even knuffelen. En luiertje verschonen. En dan gaan we soepje eten. Ja! Kiekeboe! Ja! Nou, oké. Nou, dat dus. Inmiddels hebben we lekker gegeten. En is papa samen met Jordi aan het spelen. Joehoe. Met autootje spelen. Dat vinden wij heel leuk. Ook gewoon, hij moet aanstaan, hè? Moet je dichterbij gaan? Papa even jou... Ja. Goed zo. Dat kan niet zelf vallen. Ja, maar ik doe alleen. Als je nou. Hey. Hallo. Komt, want ik ben Olga Olifant. Okay.
Goed zo. Hij vindt het ook helemaal geweldig, hè? Ik zou die klep van de auto even... Ja, hij deed gewoon kruipend, hè? Zag je het? Een hele goeie... Ja, middag. Jordi heeft net zijn slaapje gedaan. En hij ligt nu even te spelen. Ik heb ook mijn slaapje gehad. Vanochtend hebben we fysiotherapie gehad. Dit jaar de laatste fysiotherapie. Volgende week gaat Jordi uitlogeren naar mijn ouders toe. En die week daarna is de fysiotherapie er niet. Want ja, hè, het is toch vakantietijd. Dus hebben we afgesproken van, goh, we gaan een nieuw jaar weer verder. En dan gaan we weer met frisse moed verder met alles waar we mee bezig waren. Ze is heel erg tevreden over Jordi. Want hij laat ook echt wel stappen zien dat hij bepaalde dingen wil. Dus zij is echt hartstikke tevreden. En ze ziet ook dat wat wij allemaal met Jordi doen, dat dat ook wel werkt. Dus ze zei van, nou weet je waar, zegt ze. Ga jullie maar eens eventjes lekker gewoon jullie ding doen. En over het nieuwe jaar gaan we weer hard aan de slag. Dus En daarna zijn we eigenlijk aan het fruitje begonnen. Hebben we gespeeld nog. Is hij gaan slapen en nu is hij dan inmiddels wakker. Ik heb niet heel veel gedaan. Ik heb eigenlijk min of meer, nadat Jordi is geslapen, ben ik ook gewoon even nokkie gegaan. Af en toe heb je dat gewoon weg nodig. Daar maak ik nu hij nog slaapt, maak ik daar gewoon lekker gebruik van. Dat heb ik wel nodig met die kleine Kees. Ik ga zo eens een soepje geven. En dan kan de dag weer verder voor ons. Ik moet daarna ook weer eten maken. Dus Ik heb weer een wasje aan staan. Ik ben eten aan het koken. Ik heb voor Jordi nog een soepje gemaakt. Jordi ligt lekker te spelen. Met z'n netol. En ik ben hutspot aan het maken. Moet ik taak afmaken. Dan ga ik zo dadelijk heel eventjes de soep in bakjes doen voor in de vriezer. En dan kan het allemaal afkoelen. En dan staat het vast klaar. En dan komt Niels dadelijk thuis, gaan we eten.
Zo, Jordi is lekker zijn flesje aan het drinken. Die ligt denk ik ook al bijna te slapen. Ik ga zo dadelijk nog even het was doen. Was opvouwen. En heel eventjes een paar dingetjes opruimen. En dan ga ik denk ook lekker douchen naar bedje toe. Ik ben zelf ook moe. Dus bij deze ga ik deze ups en downs afsluiten. En kan ik deze dadelijk nog even editen, zodat die morgen online kan komen. En ik wens jullie allemaal welterusten.